Dankjewel, Sarah. Beste mensen, de discussie tot nu toe die levert precies eigenlijk een beetje het uitgangspunt van mijn eerste punt. En dat is de vraag naar het systeem en naar de waarden waar Anna het al over had. Kijk, daarbovenaan, daar zie je staan, dat is ons waardenpatroon. Anna zei het ook al, het gaat om waarden. Een doel van een samenleving is om de waarden die daar zijn te realiseren. En dat is een doel in een beschaafde samenleving althans. En heb je daaronder heb je een economie, die laag. Dat zijn dus de middelen om dat doel te bereiken. Telefoon, kun je elkaar bellen en dat soort dingen meer. En dan onder die middelste laag zit het financiële bestel. En dat is weer een middel om die economie van dienst te zijn. En dat, daar zorgen ze dus voor het geld om die economie van olie te voorzien. Om die te laten lopen. En dan is het probleem dat in de ontwikkeling van beschavingen dat voortdurend uit de rails loopt. Dan wordt die bovenin. Dat wordt heel erg eenzijdig, dat gaat kantelen en dan krijg je dat doelen en middelen door elkaar gaan lopen. En dan krijg je dus dit. En dan gaat dus dat financiële systeem komt boven te liggen, dat wordt een doel op zich. Dus het maximaliseren van de financiële stromen wordt het doel van de samenleving. De financiële markten hebben meer in de melk te brokkelen dan menig keizer, koning of admiraal. En dan is die economie nog steeds op het middenniveau aanwezig. Maar die hangt er een beetje bij, want als je nu bij het MKB zit, moet je eens proberen om een lening te krijgen van die lui daar bovenop. Dat valt niet zo mee. En dan helemaal onderop, daar liggen dus die mensen met die waarden. En die worden iedere avond met een precisiebombardement gebombardeerd om die waarden zo te masseren en te kneden dat die passen bij dat rare systeem daarboven. Of dat nou kapitalisme is of niet. Herman zal meteen nog iets over zeggen. Maar wij moeten één ding voorlopig constateren is dat als je dit systeem wil veranderen, dan moet je beginnen om de karikatuur die er bovenaan zit, om die aan te pakken. Dus dat is het financiële bestel. En dat gaan we nu doen, in de resterende minuten. We hebben al een paar keer over donut gesproken. Die donut gaat allemaal over één thema, is ook mooi door Anne gezegd vanmiddag. Het gaat om de begrenzing. Je moet binnen die donut moet je zien te ontwikkelen en moet dan die waarden van ons gestalte krijgen. Het gaat om grenzen aan de groei. Nou, dit is, ik ben heel oud zoals je ziet, en dit is ook heel oud. Dat is van 1972, dat was na de oorlog. En toen hebben we dus een boekje gehad van Dennis Meadows en dat ging over de grenzen aan de groei. En midden in het boekje stond het volgende. En daar zie je dus 1900 naar 2100. En dat was het verhaal wat we vandaag een paar keer hebben geoefend. En waarom is dit hele grijze plaatje nou zo relevant? Omdat het helemaal precies zo gaat. We praten hier dus al 45 jaar over en we zijn helemaal de bronnen, resources nemen af. En het interessante is, dit industriële output, die zou dus rond in 2008, volgens deze berekeningen in 1972, zou die in elkaar storten. En toen riep iedereen, haha, dat is niet gebeurd. Is wel gebeurd, dat heet de financiële crisis. Want wij weten dat wanneer zo'n systeem heel snel groeit, iedere 20 jaar verdubbelt het. Twee keer zoveel studenten, twee keer zoveel geld, twee keer zoveel economie enzovoort, twee keer zoveel auto's. Dan wordt dat instabiel. Dat weet je uit de wetenschap, systeemdynamica. Dus dat moest wel instorten, dat financiële bestel. En ja hoor, 2008, precies op het uitgerekende ogenblik, stort die boel in elkaar. Kijk, en dan zien wij dus hier de economie. Wij hebben een model gemaakt om die economie te begrijpen in combinatie met het financiële bestel. En dit is een van die versies. Nou zie je dus, punt 1, dat wij daar dus de crisis hebben. 1950 links beginnen we, dan gaat de prijs 10 keer over de kop, notabene. En private banken die maken in die tussentijd 700 miljard euro geld uit het niets. Eigenlijk nog veel meer, maar goed, minimaal 700 miljard. Want dat doen ze namelijk wanneer ze jou of mij een lening verstrekken. Dus al dat geld wat nodig is voor deze economie, dat is uit het niets gemaakt door private banken op 3%. Economen die zeggen allemaal tegen elkaar, we zagen het niet aankomen. En ze verontschuldigen zich met het kreet, niemand zag het aankomen. No one saw this coming. Maar die Meadows van het vorige plaatje zag het al 45 jaar geleden aankomen. Dat terzijde. Dus dat is allemaal vreselijk, dan krijg je dus een crisis. En omdat er dus niets verandert in het hele financiële bestel, dat kun je in de krant lezen, gaan we gewoon in dat model, domme model, gaan we gewoon hetzelfde meemaken. En ook vanmorgen, Klaas Knot in het Financieel Dagblad, die houdt er gewoon rekening mee, zegt hij dat het weer gaat gebeuren. Want het is allemaal hetzelfde gebleven, de mechanismen zijn hetzelfde, we leren er blijkbaar nog steeds niets van. Het volgende plaatje laat zien. Oh ja, nee, ik moet nog even zeggen dat dus dat systeem, daar wordt dus geld gemaakt door de private banken en dat doen ze op het verkeerde ogenblik. Los van het feit dat het oneerlijk is dat zij dat doen en wij dat niet mogen doen,
doen ze net op het verkeerde moment. Dus ze maken nu geld door die enorm stijgende huizenprijzen, wat dacht je hier van Amsterdam, om die te financieren. Dat geld komt dus in die economie terecht, dus nieuw geld. En dat drijft die boel nog weer verder op. Dat is een piramidespel. En dat gaat op een gegeven moment dus fout. En dan stort de boel weer in. Dus we krijgen holle stilstaan. Dat heet in de economie boom bust. En dat is dus een heel dom systeem eigenlijk. Dat ze geld maken, nou ja, deugt ook al niet. Maar ook nog op het verkeerde moment. Dat is een beetje dom. Dus dat is allemaal fout. Het volgende plaatje laat dus misschien... Weten jullie waar ons geld vandaan komt? Waar de kinderen vandaan komen, weet iedereen wel. Maar waar ons geld vandaan komt? Hoeft dat niet uit te leggen hier? Heel snel dan, voor de zekerheid. Ja? Nee? Dit is een bankbalans. Dit is een balans. Jullie rekeningen staan rechts daar op die kolommetjes, in die vakjes. Staat je bankrekening bij de bank. En links staat de schulden. Dus als je een hypotheek hebt, staat er dus een bedrag links en anders staat er een bedrag rechts. Nou heb je hier een mannetje links, die koopt een huis hier op de Keizersgracht voor een miljoentje. En die heeft geld nodig. Die gaat naar die bank en die bank zegt, nou, Keizersgracht kan niet stuk gaan. Hè? Dus die doet oké, en dan krijgt dat mannetje krijgt links, en die krijgt dus een briefje van, schuldverklaring tekent die 1 miljoen euro. En dat geld wordt vanmiddag om 16:30 op zijn bankrekening gezet bij die bank. En dat haalt hij dus op, dat mannetje. En dan gaat hij naar dat oude vrouwtje van wie dat huis was. Op de gracht hier. En hij geeft dat geld aan dat oude vrouwtje. Ja, zo. En nu gaat dat mannetje 30 jaar lang werken. Hij werkt 30 jaar lang. En dan gaat hij dus vanuit zijn rekening gaat hij aan die bank dat geld terugbetalen. Al die tijd is dat geld dus in omloop in die samenleving. Dat was helemaal niet, maar dat is nu in omloop. Want die oude mevrouw die is gesignaleerd vorige week toen zij op de cruise-terminal opstapte voor een cruise rond de wereld. Dus dat geld, dat wordt helemaal opgemaakt. En dat is dus uit het niets is dat ontstaan. Nou, zo wordt geld gemaakt door private partijen. En wij doen dat dus niet. Ja, dat geld wordt afbetaald en dan zeg maar, inmiddels heeft die bank nog veel andere hypotheken verschaft. Dus er is weer meer geld. En alle rente, heel goed punt, vergeet ik bijna. Dat mannetje van ons, die heeft dus niet alleen die miljoen betaald van dat huis zelf, maar ook nog eens een keer 30 jaar lang, bij een normale rentestand, hetzelfde bedrag aan rentekosten. Dus dat is wel een beetje sneu voor dat mannetje. Het is een hele gelamateer van, het is instabiel, geld op het verkeerde ogenblik maken. Die geldschepping die is ongecoördineerd, dat is een ongebreidelde toestand eigenlijk. De geldschepping is privaat, terwijl het principieel, volgens heel veel filosofen, economen en staatslieden, publiek zou moeten zijn. Dat is een recht van ons allemaal. Dat is ons dus, ik kan niet anders zeggen, ontnomen. De winst is privaat. Als het goed gaat, nu steken de dames en heren dat geld in de zak. Je ziet de hele discussie met ING enzovoort de afgelopen jaren. Bij de volgende crisis, dan betalen wij die rekening. De vorige crisis heeft dus 100 miljard meer staatsschuld opgeleverd. En een heleboel banenverlies bij heel veel mensen. En mensen die hun huis onder water zagen staan. Een heleboel leed. En Martin Wolf komt zo meteen, een Engelse man. Die zegt dus dat daar de oorsprong van het populisme in Europa ook ligt. Dus die prijs is geweldig hoog, wou ik zeggen. Dan zul je zeggen van ja, we gaan dat allemaal in de gaten houden. Dat moet Klaas Knot doen. Dat kan hij helemaal niet. En dat weet hij ook. Als je iets zo ingewikkeld maakt dat het dus als een vlaagflip de publieke en de private zaken, de overheidsverantwoordelijkheid en die private activiteiten door elkaar lopen, dan kan je niet tegen Klaas Knot zeggen, joh, houd een beetje in de gaten, want dat gaat gewoon dus niet. Dit is meneer Rothschild, kan je net nog zien bovenaan. En dat is, ik kan wel 10 citaten zo vertonen, maar 1 is genoeg. En die zegt dan, dat zeggen alle Rothschilds door de eeuwen heen. Het kan mij niet schelen wie er op de troon van het Britse keizerrijk zit. Waar de zon nooit ondergaat, by the way. Als ik de geldsysteem beheers, dan beheers ik het Britse keizerrijk. Dat is dus een tamelijk aanmatigend statement. En het vervelende is alleen dat het juist is. Er staat financiering daarboven, als je het niet kan lezen. En dan heb je dus die banken, die maken geld. Zie je dus dat het gaat naar investeerders, naar pensioenfondsen en naar bedrijven. Bij de volgende zie je dat impact heeft op de wereld. Want dat geld wordt heel makkelijk gemaakt dus. En daar worden dus, dat gaat naar het hoogste rendement. Dat geld is dus niet beschikbaar. Dus ik ga naar die bank toe en ik zeg van nou, ik wil grond kopen in Afrika. Kun je mij een paar miljoen geven? Nou, Afrika, ja, dat, die grond kan niet stuk. Want meer mensen en meer klimaatverandering. Minder water, dus dat die grond, dat is altijd voor elkaar.
Dus dat gaat dus de wereld in en dat heeft een enorme impact op wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus mijn bewering is dus dat, wanneer je dus die wereld wil veranderen, dan moet je dat financiële bestel veranderen. Want dat is echt niet goed dat dat zo werkt. Ik zou dit thuis besparen, maar vanuit de universiteit weet ik, vanuit ander onderzoek, dat dat een enorme haat in de wereld teweeg brengt jegens het Westen. En al die vraagstukken rond islamisering en zo, daar spelen dit soort dingen ook een rol in mee. Het is eigenlijk toch een neocoloniaal proces wat wij voortzetten. In 1863 hebben wij dus afgeschaft. In 1863 kon je sinds die tijd niet meer mensen hun lichaam kopen, maar nu kopen wij gewoon de grond waarop ze staan. Dat zijn dus die Global Commons. Hier zie je dus dat wij de 10e zijn op de wereldranglijst aan grond aankopen, in absolute zin. En Ethiopië staat daar. Ethiopië, daar kan je trouwens geen grond kopen, alleen heel langjarige huren. Hetzelfde effect een beetje. Daar hebben dus Ethiopiërs hebben daar onze kwekerijen in brand gestoken omdat ze zo boos waren. En dat gebeurt elders in de wereld ook. Er komt werkgelegenheid, is het verhaal, maar volgens Oxfam is dat zelden het geval. Dus dat is die hele land grab, zoals dat dan heet, dat is echt een punt wat zorgen baart. We zien dat wij daar als Nederlanders een grote rol in spelen. De Nederlandse grootbanken, die daar in het rijtje staan. Als je niet kan zien achterin, dan is het de Rabobank, ING en ABN AMRO op de plaatsen 4, 7 en 8. Die zijn grote financiers van dit proces. Ook in Oost-Europa gebeurt dat. En daar moeten dus wel, daar, laat het maar voorzichtig zeggen, vraagtekens bij worden gezet of dat goed gaat. Begrijp je wel. Dit is Unilever, Paul Polman. Tegen mij zeiden ze in de jaren 90, wij moesten al die sommen maken voor al die privatiseringen in Den Haag. Moest goed luisteren jongens, de overheid doet het niet meer. Het bedrijfsleven gaat de duurzaamheidstransitie uitvoeren. Nou, zeiden wij, wij gaan er niet over, we zijn maar eenvoudige wetenschappers. Als jullie het zeggen als politici, het zal wel. Nou, we hebben dus heel lang gewacht en nu hebben we vorig jaar hebben we dus de ontknoping gehad van deze belofte. Toen hadden we Paul Polman van Unilever en die ging echt iets doen aan die palmolieplantages in Indonesië, waar een heleboel dingen niet goed gaan. Dat wilde die verduurzamen. En toen zeiden dus de aandeelhouders van Unilever, die zeiden dus van dat gaan we niet doen meneer Polman, want wij willen cashen. En vanmorgen zei Harry boven het al, van het is geen natuurverschijnsel, die aandeelhouders. We hebben een aandeelhoudersrichtlijn waarin we dat gewoon zo hebben georganiseerd. En die luiden zeggen, die zijn dus de eigenaar van dat bedrijf. Hoezo arbeiders, andere mensen, milieu, toestanden, niks mee te maken. Die aandeelhouders die bepalen wat er gebeurt. En die zeggen, nee, we gaan dat niet doen, we gaan cashen. En wel nu. Dan hebben ze gewonnen, geen duurzaamheid Unilever. Dus dat heeft die hele duurzaamheidsagenda, die zou eerst de overheid doen. Die was weg in de jaren 90 bij de neoliberale ompoling, mag ik het neutraal zeggen. En toen zou het bedrijfsleven gaan doen en dat is nu vertrokken met de dames en heren aandeelhouders. Wat er moet gebeuren als oplossing, dat is dus dat wij die publiek-private vervlechting, dat is wat mij betreft de kern van de zaak, die moet je dus opheffen. Die kranten, ik lees zo de kranten natuurlijk, als je een keer ziet, pas als je het door hebt, zegt Cruijff. Die kranten staan vol voor de helft met verhalen die allemaal te maken hebben met het vervlecht zijn van publiek en private belangen. Waarom moeten wij over het salaris van meneer Hamers praten? Dat doet toch ook niet bij V&D? Als V&D failliet gaat trouwens, dan zeggen we dat is heel jammer voor de werkgelegenheid en voor die binnensteden. En we doen niks. V&D was namelijk geen systeemwarenhuis. Maar bij systeembanken, dan is dus de winst is dus privaat. En als het verkeerd gaat, dan moeten wij ineens soms systeembank redden. Dat is dus geen doen. Daar kom je niet uit. Dat levert eindeloos discussies op. Houd daarmee op en knip dat gewoon dus door. Dan is puntje 1. Dat die geldschepping een recht is van de gemeenschap. Van ons allemaal. En dat is heel erg belangrijk. Want het gaat om hele grote bedragen. Dan praat je over de orde van 30. Hangt vanaf hoeveel inflatie je wil toestaan. Dat is een politieke keus. Het bedrag tussen de 20 en de 40, 50 miljard per jaar, wat wij dus nu mislopen als gemeenschap, omdat private banken dat geld maken en niet wij. En als wij het maken, dat maken we ook geen schuld, maar dat is schuldvrij geld, dat hebben wij in dat model doorgerekend, dan kun je dat geld besteden in die samenleving. En zelfs het basisinkomen, die 230 miljard die hij vanmorgen miste, die zou je ook daaruit kunnen halen. Je kunt dat geld ook gebruiken voor de transitie naar duurzaamheid, energie. Je kunt het gebruiken voor onderwijs. Kortom, het is aan de gemeenschap, aan de politiek, om dat bedrag wat je één keer onafhankelijk hebt uitgerekend, dit jaar 30 miljard, op grond van economische echte groei, om dat te besteden. Het geeft aan dat we ook dus die publieke bank terug moeten.
Dus een tweede pijl erop die boog. Je moet je realiseren dat het hele betalingsverkeer is in de jaren 90 is dat helemaal privaat geworden. En toen we de crisis hadden van 2008 was er de rare situatie dat wij als overheid geen infrastructuur betalingsverkeer meer hadden. En die banken failliet dreigden te gaan. Toen moesten wij die banken dus wel redden ook. Daardoor in 2008. Dat is gekomen in het hele debat over de privatiseringen sowieso. Ik heb daar dus heel veel in moeten rekenen met mijn instituut, ons instituut. En toen zei Brinkhorst op een gegeven moment, eigenlijk is dus de vuistregel die wij blijkbaar hanteren hier in Den Haag, is dat dus de infrastructuur is publiek en de productie is privaat. Dus die rails, ProRails, is van ons allemaal en die treinen zijn van NS. Die elektriciteitsnetten zijn van ons allemaal en die centrales, RWE, Nuon, wat heb je niet, die zijn privaat. Oké, dat is een keus, maar waarom dan de betalingsinfrastructuur ook geprivatiseerd? In die jaren is dus de postbank, de blauwe leeuw, de nek omgedraaid. Dit is meneer Lincoln en dat is een van de hele vele, sinds Aristoteles, daar had ik kunnen beginnen, maar geen tijd voor, hè. Die zegt dus in 1865, kort voordat hij overleed, zegt hij het volgende. Dan zegt hij dus dat de overheid het geld moet creëren en in omloop moet brengen. Dat is de plicht en het recht van de overheid, zegt hij. En nog belangrijker is statement 2, het privilege om geld te scheppen en uit te geven, dat is niet alleen het ultieme recht en prerogatief, het ultieme recht van de overheid, maar het is de meest richtinggevende kracht van de overheid. Dus als die overheid nieuw geld maakt voor die economie, als je de prijs constant wil houden, dan moet je meer geld maken, anders dan gaat de inflatie. De vraag is dus... wie dat geld maakt, als de overheid dat maakt, dan kan je dus die tientallen miljarden per jaar gebruiken voor publieke doelen. Dus dat kan gewoon naar infrastructuur gaan, of noem maar wat op. En daarmee kan die overheid dus richting geven aan de ontwikkeling van die samenleving. Ook in een economisch paradigma, richting geven aan de economische ontwikkeling in dat systeem. Dus dat zou fantastisch zijn, eigenlijk, meen ik in alle ernst. Dus dat is Lincoln. Dat is even een eigen tijdsfiguur, groot sprong. Dit is Martin Wolf, is de chief economist van de Financial Times. Dit is geen langharige linkse 1968 figuur. Dit is een heel degelijke man. En die zegt dus, strip private banks of their power to create money. Dus ontdoe private banken van het recht om geld te scheppen. Dat hoort daar gewoon dus niet. En nog meer opmerkingen, maar dat is dus deze man die dat roept. Vorige week heeft hij nog weer een heel betoog gehouden, 10 jaar na de crisis, wat vrij stevig is en aan te bevelen om te lezen. Dit is dus die oude economie. En als we dus dat anders gaan doen, dat wij dat geld gaan scheppen op het juiste ogenblik. Dus als die economie inzakt, dan maken we dus meer geld. Dan gaan we spoorlijnen aanleggen, scholen bouwen, wegen enzovoort. En omgekeerd, dan krijg je dus deze ontwikkeling. Dan gaat die economie een hele stabiele toekomst tegemoet. Dat is een anticyclisch proces. Keynesiaanse stimulering. Hij blijft een beetje doorstijgen omdat er een hele grote verschuiving zit van de dienstensector naar de service sector. Van de productiesector, materieel naar de niet-materiële sector. Dus daarom groeit je in het model nog steeds een prettig door, zou je kunnen zeggen. Dat is dan dus een echte stabiele economie. En de overheid, daar zie je dus de overheidsschuld oplopen door al die bankencrisissen, al die bail-outs. En als wij dat systeem zouden invoeren, dan betalen we met die tientallen miljarden per jaar die we mogen maken uit het niks als gemeenschap, kunnen wij dan ook dus de overheidsschuld, die kan gewoon naar nul. Wij kunnen gewoon geld drukken om onze staatsschuld af te betalen. Dat recht hebben wij. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat hoeveelheid geld in die economie zo is dat die prijs stabiel blijft en dat die economie stabiel blijft. En wie kan dat beter sturen dan Klaas Knot? Connie zei tegen mij van ja, je moet wel praktisch worden aan het eind. En toen dacht ik van ja, wat moet ik nou praktisch, wat kunnen we hier nou allemaal zelf aan doen? En ik ben ervan overtuigd dat als we de wereld willen veranderen, dat we dat financiële bestel dus moeten veranderen. En dat die banken trouwens, begrijp me goed, die banken kunnen een fantastische rol spelen in die nieuwe economie. Als makelaars op die geldmarkten, die hebben dus kennis, de know-how van risico's. Dat is hun toegevoegde waarde. Mogen ze mij ook courtages rekenen, net als andere makelaars die vrij pittig zijn. Maar niet dus die op die stoel gaan zitten van de gemeenschap. Dat moet echt niet meer gebeuren. Nou, hadden wij vroeger een postbank. Dat was dus een publieke bank. Ik ben zo oud, in mijn jeugd hadden wij van die dingen. En dat was Giro Blauw Pas bij jou. En we schreven van die handgeschreven kaartjes uit in de brievenbus. En dan werd jouw geld overgemaakt en zo. Dat kan tegenwoordig allemaal veel beter, weet ik wel. Maar het idee van die postbank is dus heel belangrijk. Toen hadden we in die privatisering van de jaren 90, kregen wij ineens, toen moest die postbank weg, want dat was
in Den Haag noemde men dat, ik heb dat allemaal meegemaakt, die vergaderingen, eigenlijk het laatste relict van het communisme, wat in 1989 was de Berlijnse muur gevallen. En toen zei Fukuyama, wij hebben gewonnen. En toen moesten dus al die publieke functies moesten dus weg. En daar is dus ook die postbank in gesneuveld. Sommige mensen zeggen dat die is overleden en anderen hebben het over om het leven gebracht. En dat zal ik zo meteen nog even toelichten. Dus wat wij zouden moeten doen, als wij nou iets willen vanmiddag hier met z'n allen, dan moeten wij eigenlijk die film, die is uit de rails gelopen in het begin van de jaren 90. Dus wij moeten die film eigenlijk gewoon weer achteruit terugdraaien naar het punt waar we nog op de rails stonden. En dan moet dus die hele strijd tussen die oranje leeuw die die blauwe leeuw opgegeten heeft, zo is het echt gebeurd, dan moeten we dus weer terug zien te krijgen. En dan zul je mensen zeggen, ja, dat valt niet mee. Dat valt niet mee, want je kunt het toch zomaar niet dat doen. Dat weer terugkrijgen. En dat vergt niet een of andere, ja, misschien wel. Mensen zullen zeggen, je kunt dat toch niet als een konijn uit een hoge hoed toveren. Zo'n publieke bank. Nou, de bewering is voor mij dat het wel kan. Fantastisch, hartelijk dank. En we gaan nu met elkaar en met u, als u het goed vindt, hierover verder in discussie. Toch even een beginvraag, de blauwe leeuw terug. Ik was vroeger ook bij de postbank, dat werd inderdaad ING. Toveren is fantastisch, maar het moet natuurlijk echt gebeuren. Wat zijn nu de belangrijkste eerste stappen die daarvoor gezet zouden moeten worden? Morgen is er in Utrecht een bijeenkomst voor Alternative Finance, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel activiteiten. Herman weet er ook alles van, zegt het misschien zo niet. In de hele wereld is ook bij centrale bankdirecteuren is dus veel interesse voor wat heet Central Bank Digital Currency. Dat is dus het idee dat die centrale bank, die mag alleen nog maar munten drukken, van Johan Enschede, weet je wel. Maar die mag ook, omdat dat modern gewoon is met hetzelfde, hij mag eigenlijk geen geld meer scheppen, dat heet monetaire financiering, dat mogen wij landen niet meer. Maar Klaas Knot kan wel zo'n digital currency, een digitale munt uitgeven, à la bitcoin. En als dat toevallig per ongeluk een euro is, dan kan hij dus toch gewoon geld gaan maken. En dan zou dus de gemeenschap dat recht op die geldschepping weer terug kunnen krijgen. En dat is een hele begaanbare route. Er vinden allemaal symposia over plaats. Wetenschappers in binnen- en buitenland zijn ermee in de weer. De malaise in de bankwereld die is niet vol te houden, want die verknoping leidt alleen maar tot drama's. Iedere week is er wel wat. Dus dit houdt vanzelf gewoon op. En er is dus een schitterend, eenvoudig alternatief. Eén zin nog misschien voor de hanteerbaarheid. Iedereen heeft een burgerservice nummer, je had het over een paspoort. Daarmee heb je een bankrekening bij Klaas Knot. En als je daar je geld stalt, dan krijg je 0% rente en 0% risico. Want net als dat jij een landje hebt met het kadaster, huis op de Keizersgracht, dan wat er ook gebeurt, crisis of niet, oorlog of niet, het blijft gewoon jouw landje. En jouw geld hoort ook zo jouw geld te blijven. En daar zorgt Klaas Knot voor, namens ons allemaal. Dat is gewoon de soevereiniteit van de Nederlandse gemeenschap. En als er een bank omvalt, net als VND, dan zeggen we, ja, dat is oprecht jammer, maar helaas... De
Dus eigenlijk zou Klaas Knot de eerste stappen moeten zetten, overdrachtelijk gezien. Is de Nederlandse bank hiervoor te porren? Wordt hierover gesproken? Heel gevaarlijk terrein. Kijk even naar Herman van ons Sustainable Finance Lab. Onder leiding van Herman praten wij 2 keer per jaar met Klaas en zijn mensen. Ik kan er alleen maar van zeggen dat dat hele constructieve discussies zijn. En dan denk je van nou, de Nederlandse bank, dat zal een heel ouderwets bolwerk zijn. Waar. Zij zien ook in dat er in deze wereld een heleboel dingen aan het veranderen zijn. Zij weten ook dat Amazon en Google en Bol en zo bankvergunningen krijgen. Waardoor zo meteen onze grootbanken helemaal in de markt, in die vrije markt, weggeconcurreerd worden. Want dan zetten wij ons geld bij Amazon of zo neer, in plaats van bij meneer ABN. Dus er is alom bewustzijn dat dit een groot probleem is. En ik denk dus ook echt oprecht dat dit de meest concrete, haalbare stap is die wij in de komende tijd kunnen doen om die wereld te veranderen. Mijn naam is Joop Dorrestein. Ik mis eigenlijk iets vandaag hier. Ja, dat heeft denk ik toch te maken met... Ik heb een boek gelezen ooit. Ik vond het best wel moeilijk om te lezen. Maar u heeft een heel groot gedeelte in het boek heeft u gewijd aan bewustzijn. En wat mij opvalt is, ook in de presentatie van Anne, met alle waardering. Zij zegt, wat wij moeten doen als milieuorganisatie is de mensen aanspreken op hun gevoel van eigen belang. Vindt u dit ook? Want uit uw boek maak ik toch een heel ander bewustzijn, een vorm van bewustzijn op dan het denken in eigen belang. Ja, de spreker doelt op het boek wat ik geschreven heb, dat heet Een vorm van beschaving. En dat gaat over die bovenste laag van dat plaatje, over ons waardenpatroon. Dat komt zo dat wij hebben dus voor het kabinet moesten wij als RIVM en Planbureau eindeloos veel sommen maken. En wij zagen dat dat helemaal niet hielp, want je kon daar sommen inleveren waar we dus ons hele hebben en houden in hadden gestopt, dag en nacht. En dat hielp niet. De clue is dat die waardepatronen die in hoofden zitten van ons allemaal, dat die moeten veranderen. Dus vandaar al die studies over waardepatronen. En het idee daarvan is wat ik al even zei, dat dus die waardepatronen die worden heel gauw eenzijdig. We klampen ons vast aan allemaal pseudo-identiteiten en dat zijn hele grote eenzijdigheden. En het probleem is dat onze samenleving steeds heel erg eenzijdig wordt. Of we vallen in de richting van de paus en dan is ineens daar alles, of de staat of de techniek. En nu zijn het de grote, is het het financiële bestel, wat alles is. We zijn net pubers die zich aan idolen vastklampen en dat leidt altijd weer tot catastrofen. Dus als we het willen veranderen, dan moet dat waardepatroon van het bovenste plaatje, dat moet onderhouden en gecultiveerd worden en bewust gemaakt. En bewustwording is uiteindelijk, wat mij betreft, het doel van een samenleving. Dat wij veel beter in de gaten hebben wat er om ons heen gebeurt. En als je dat kunt, omgevingsbewustzijn, dan kan je ook zo'n systeem, zo'n samenleving, zo'n waardepatroon op de rails houden. We gaan ook maar even naar boven. Fanny, ik ga eerst even haar woord geven. Ik zorg dat de bovenste ring nu even aan de beurt komt. Zegt u het maar, dan herhaal ik het even in de microfoon. De grafieken voorspelden eigenlijk heel veel al in de jaren 70. En ook een generatie van gender aan de groei. Waar waren jullie op dat moment? De vraag is van waar waren jullie, en ook ik, op het omslagpunt, zeg maar 1989, de val van de muur. Dat is eigenlijk dus de overgang van de moderniteit naar de postmoderne wereld, waarin dat neoliberalisme ineens omhoog komt. Waar waren jullie toen en waar was ik toen? Ik was toen in die vergaderzalen in Den Haag, omdat wij al die sommen voortdurend moesten maken. Iedere 3 weken zaten wij daar dus. En op mij heeft dat diepe indruk gemaakt. Punt 1 was ik toevallig in Berlijn toen de muur viel. En kort daarop was ik dus weer sommen op het uiterste punt van de tafel als ambtenaar bij die vergaderingen. En daar herinner ik mij dus heel erg van dat in de hoogste niveaus in Den Haag, daar heerst een euforische sfeer. Dat boek van Fukuyama, Het einde van de geschiedenis, dat is precies wat daar gebeurde. Wij dachten, collega's, andere planbureaus net zo, we zitten daar met z'n drieën dan, wij dachten, de hele dure deuren gaan nu open en ze komen met taart binnen. Zo'n euforie heerste daarvan, wij hebben gewonnen. Het experiment in het oosten is afgelopen en al die relicten die daar nog van zijn, publieke toestanden, een publieke spoorwegen, energie die we publiek maken, zegt dat is allemaal Oost-Europees. Daar moeten we dus nu heel snel van af. En vanaf dat moment zijn wij heel druk geweest, ook ik persoonlijk, met al die sommen om die grote dossiers van privatisering te realiseren. Maar is het niet een moment om
Ja, maar wij waren wetenschappers en wij hebben natuurlijk wel daar een aantal dingen ook van gezegd. Maar het is terecht dat de politiek het uiteindelijk het primaat heeft en niet de wetenschap. Dus als de politiek zegt, we gaan het zo doen, dan kunnen wij zeggen, volgens ons is 1 en 2 en geen 3. Dat kunnen we 3 keer zeggen. En dan moet je je mond houden, want laten we daar blij om zijn dat de parlementaire democratie in dit land tot nu toe, soms twijfel je er een beetje aan, het laatste woord heeft. En als ik het goed begrijp, was u ook in euforische stemming, of niet? Nee, ik was helemaal niet in euforische stemming, want ik was in euforische stemming over wat er een jaren daarvoor gebeurde. Toen hebben we Nijpels gehad en Winsemius als geweldige ministers. En die luisterden dus heel goed naar die samenleving en die trokken zich dan terug. Die raadpleegde iedereen, ook de wetenschap, en die zei oké, alles gehoord hebbende, gaan we het zo doen. Ja. Dan ging hij naar de Tweede Kamer, want daar hoort dat. En dan zei hij, ik wil het zo doen. En dan zei de Tweede Kamer, dat vinden wij ook. Klaar. Maar nu praten wij, dus met, ik noem dat van de week in de Volkskrant, heb ik dat genoemd, met kalkoen over het kerstdiner. Dus wij willen over klimaatverandering praten we. En over een prijs voor CO2. En dan gaan wij dus met het VNO en met het grote bedrijfsleven vragen of ze dat goed vinden. Nou, dat vinden ze natuurlijk niet goed. Als jij scholieren vraagt als leraar, huiswerk voor morgen, vinden jullie dat goed? Nou, nee, dacht ik niet. Dus dat gaat. De bovenste ring, ja, zeg jij het. Ja, ik begrijp dat de vraag is van, misschien is het signaal aan die bankenwereld om een bank te redden, om daarmee schade voor de gemeenschap te voorkomen, is misschien te prefereren. In plaats van hem laten omvallen, waardoor een hele cascade optreedt van narigheid voor iedereen, voor mensen aan de keukentafel. Ik denk dat niet. Ik denk dat we hier nooit van afkomen. Als je ook dus kijkt naar de documentaire van de achtste dag, een tijdje terug op televisie geweest. Alle krantenartikelen nu 10 jaar na de crisis, daar zie je dus dat de onbeheersbaarheid is nog steeds gigantisch. Dus je kunt zo'n scenario, als jij een beetje schetst van, kun je dat regelen? Klaas Knot schrijft vanmorgen in het FD uitgerekend dat het dus chaos was. En in zo'n nieuwe situatie die we ongetwijfeld gaan krijgen, zeggen zij, is het weer chaos. Dus je moet hier gewoon van af. Als wij een publieke blauwe leeuw hebben, waar ons geld staat, en los van het feit van dat wij dat geld zouden scheppen, dan valt er een bank om. En dan, iSafe, niet waar? Dan kunnen wij in onze oneindige goedheid zeggen van, nou, voor deze ene keer gaan we die mensen die aan bankrekening hadden bij die omvallende bank nog tegemoetkomen. Dat deden we, had niet gehoeven, maar bij iSafe deden we dat. Dat is dus sympathiek, maar daar moet je een keer mee ophouden. Als jij bij een verkeerde garage een auto koopt, dan is dat jouw probleem. En dan gaan we niet zeggen van, ja, dus als dat gaat gebeuren, dan wordt de morele standaard bij die banken, die moet zo worden dat zij weten dat ze niet worden gered. Dan gaan die buffers, die we nu met jaren 10 jaar praten, 1% op hoog hebben gekregen ongeveer, die gaan dan dus ineens naar 30%. Want als een bank niet minder buffer heeft, dan valt die dus om. En dan ga je daar niet je geld stallen, want dan vertrouw je die bank dus niet. Dus het vertrouwen winnen in de markt, kapitalisme, dat gaat dan gebeuren. En dan gaan die banken, die gaan dus hun eigen risico's dragen. En dat doen ze dus nu niet, en dat weten ze. Wij dragen die risico's. Heel helder. Nu, ik ben Maaike Wijnberg, ik kom uit de Kop van Noord-Holland. Als je Mark Rutte, de regering Mark Rutte, mag geloven, dan gaat het hartstikke goed met onze economie en we groeien weer en zo. Is misschien nog wel een klein probleempje dat de schuldenberg zo gegroeid is. Maar als ik het allemaal goed begrepen heb, zijn dat gewoon twee kanten van dezelfde medaille. En in onze economie kan er niet gegroeid worden zonder dat de schuldenberg groeit. En dat lijkt me toch wel heel vreemd dat toch nog steeds niet zo heel erg hard doordringt. Ja, dat is helemaal juist. Het is voor ons wel een vraag hoor, ook rond die modellen die wij hebben gemaakt, zijn we daarmee aan het experimenteren om dat te begrijpen. Maar het is inderdaad zo dat alle geld, 97% van het geld wat nu in omloop is, wat bij jullie en bij mij in de portemonnee zit vandaag, dat is geld waar een schuld tegenover staat. Dat is gemaakt door iemand een lening te geven bij een bedrijf of een huis. En die schuldenberg die neemt dus enorm toe. Wanneer Rutte zegt, we groeien nu, dan moet je aan die curve denken die ik liet zien. Dan kun je dat ook zo interpreteren dat wij dus doordat we in die euforie weer zitten, een heleboel geld uitlenen, banken doen dat, dan komt dat geld in omloop in de samenleving, dan denken we dat het goed gaat, dat noemen we economische groei. Maar de echte fysieke groei,
Dat is een hele andere. De inflatiediscussie, let maar op een krant, zit daar heel subtiel doorheen. Want als je dus meer geld maakt en de echte economie die groeit niet, dan krijg je gewoon inflatie. En we hebben dus, ik gaf wel even aan, sinds 1950 is die prijs 10 keer over de kop gegaan. Dat is gewoon te veel geld wat die private banken hebben gemaakt. Dus ik ben het helemaal met u eens, kijk uit voor beweringen over dat we gegroeid zouden zijn. Hallo, mijn naam is Loes. Bedankt voor de presentatie. Het was heel veel. Ik vond het vooral het aspect van het waardepatroon waar u het over heeft erg interessant. En wat me opvalt in dit soort discussies is dat we het eigenlijk allemaal best wel eens zijn vaak over de kant die we op willen, maar hoe dan? En nou ja, goed, het is misschien heel erg simplistisch, maar is het eigenlijk niet heel simplistisch als we allemaal, of ja, te idealistisch misschien, als we allemaal onszelf de vraag stellen, en je kunt dat eigenlijk bij alles doen wat je doet, wat heb ik nodig? En dat ook van jongs af aan veel meer leren, wat heb ik nodig? En dan komen we bij Maslow, waarvan ik van de week las dat hij dat eigenlijk ook alleen maar gejat heeft. Als we bij die basis uitkomen, komen we dan niet veel meer al tot een gelijkwaardig veld van discussie waar je veel minder kampen hebt en gevecht hebt? Ja, ben ik heel erg mee eens. Dus onderwijs is ook, Connie heeft het ook nog gezegd, een hele belangrijke. Kunst en cult, wat geeft in dat bovenste plaatje, wat is nou van waarde voor ons? Wij worden gebombardeerd met het idee dat we allemaal een iPhone moeten hebben, een iPhone, een iPad, een iMac, alles is ik. We moeten selfies maken, dus we worden gebrainwashed in die egocentrische toestand. We hebben tussenmiddag hier prachtige muziek gehoord. Marijn van Twaalhoven heeft hier tussenmiddag gesproken over andere dingen. Dat zijn waarden die heel belangrijk zijn. En wanneer je kinderen daar ook bekend mee maakt, als dat in je onderwijs, in je bedrading zit, krijg je dus een hele andere wereld. En de geschiedenisleer, daar gaat het boek dus over, vorm van beschaving, dat als je dat dus niet doet en die eenzijdigheid laat gebeuren, wat we dus nu laten gebeuren, dat je alleen maar gelukkiger wordt van spullen, ja, dan dat kun je niet volhouden. Die ecologische crisis waar we vandaag de hele dag over hebben, dat komt alleen maar omdat wij abusieflijk denken dat we alleen van spullen gelukkiger worden. En dat lukt dus niet, dus moeten er nog meer spullen komen. En dan moet die auto nog groter en die vliegreis nog verder. En dat gaat dus allemaal niet lukken. Dus je weet dat het gewoon een dead end street is. En als ik je mag onderbreken, hoe bij gebrek aan kerk moeten we daar iets tegenover zetten? Dat is een hele goeie. Je moet dus instituties hebben die weer dat waardepatroon terugbrengen. Ik denk dat onderwijs, er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe in onderwijsland, zijn veel bewegingen gaande om kinderen andere tot andere kinderen te laten groeien. Er zijn hier in Amsterdam, weet ik, werk ik aan mee, een heleboel initiatieven. Links en rechts gebeurt dat. De kerk doet dat misschien niet meer, hoewel deze paus geweldig optreedt tegen wantoestanden in de sfeer in de wereld, rond milieudruk en zo. Jawel, maar ik bedoel eigenlijk dat we daar niet zo en masse meer met z'n allen naartoe gaan, naar de kerk. En ik ben het helemaal met u eens dat we meer waarde moeten hechten aan alternatieven dan aan bezit. Maar ik zie dat juist in armere wijken, waar ik veel heb gefilmd, de hang naar bezit en het erbij horen en het hebben van al die iPhones nog weer veel belangrijker lijkt te zijn. Maar als nou de discussie over de omroepen, de publieke omroep, als we nou gewoon eens doen wat die BBC doet. Dat we dus zeggen van, weet je wat, we gooien al die Paul de Leeuw types, die gaan eruit. Dat scheelt ontzettend veel geld en irritatie voor veel mensen. En dan kunnen we ook die reclame op die publieke omroep. Dan gaan we gewoon de BBC, dat wordt gewoon dus allemaal, dat gaat over de wereld en wat daar gebeurt en over ons en zo. Dat zou voor de publieke omroep een hele andere wereld zijn. Geen reclame er meer in. En als je reclame wil zien, dan ga je gewoon even goede vrienden overigens naar RTL. Dus dat soort stappen kunnen we gewoon. Het is een kooi met een open deurtje. Ja. En we hoeven er alleen maar uit te vliegen. Oké. Okay. Even aan te vragen. Dus ga je gang. Ad Pontier, Utrecht. Je hoort, schijnt erbij. Ik heb nog een vraag. De juiste sheet staat eigenlijk al open. Die economie is volgens mij inmiddels natuurlijk eigenlijk wereldwijd. Doelen en waarden zullen vooral, bedoel, doelen en waarden in China, West-Europa, Amerika zijn totaal anders. Dus hoe deze oplossing, de blauwe leeuw, moet de blauwe leeuw ook in Spanje komen, zeg? Ja, goede vraag. Kijk, het hele populisme heeft alles te maken met het feit dus dat de financiële markten eigenlijk de nieuwe baas geworden zijn. Dat is dus de wereldmacht. Die gebouwen van die mensen trouwens zien er ook uit als Griekse tempels. Dus dat heeft ook allemaal wel wat.
Nou is dus de clue dat die globalisering, dat is een heel dubieus spel. Want dan laat je dus een boer in Nederland concurreren met een boer in Vietnam, als die uitkomt, of je haalt de spullen daarop. Als je mensen over hebt, dan is ineens de Nederlandse belastingbetaler die de sociale voorziening moet betalen voor overtollige arbeiders. Je verkoopt je spullen hier op de Kalverstraat en belasting betaal je op de Cayman-eilanden. Dat is selectief winkelen. En wat dus moet gebeuren, en dat zit ook in het waardepatroon, er is een evenwicht tussen publiek en privaat, tussen mij en jullie, tussen ik en de anderen. En dat ik, die eigenheid, dat is ook een deel van ons bestaan. Dus wij zouden moeten zeggen, die solidariteit, die heeft altijd een grens. Als die geen grens heeft en wereldwijd is, natuurlijk moeten wij ons mede verantwoordelijk voelen wat er in de wereld gebeurt, maar het systeem definiëren wij in zekere begrenzing. Discussie, welke begrenzing dan? Ik denk dat het Europese waardenpatroon en cultuur, dat is zo homogeen, gegeven de geschiedenis, dat dus een hele mooie eenheid zou zijn. Vanuit landbouwkundig voedseloogpunt, vanuit milieuoogpunt, zou dat ook ideaal zijn. Nou hadden wij Macron vorig jaar. Die man is naar Parijs gegaan. Dan moet je kijken, als je dat wil zien, Humboldt Universiteit lezen van Macron. Humboldt, Macron, Berlijn 2017. Dan krijg je een historische toespraak te zien van die man. Die valt stof voor de Frans-Duitse as. Dat is een hele switch voor een Fransman. En die roept dus op om die te herstellen in Europa. Die nodigt andere landen uit om mee te doen. Om dus een coalitie te vormen, of de willing zoals dat heet. En daarbinnen zouden wij dus al die dingen kunnen doen. Dan kan je dus dat CO2-beleid gaan voeren. En dan kun je die blauwe leeuw ook gaan installeren. Alleen moet je dat dan dus, moet je mee beginnen. En dan zeggen we, de industrie zegt nu tegen ons van, geen CO2-prijs, want we wachten tot Mali ook meedoet. Dan zeggen we nee, wij doen dat nu gewoon in die Noord-West-Europese alliantie. En komt er speelgoed uit China binnen in die alliantie, alsnog even CO2 betalen. Dus dat is goed te organiseren, moet je willen. Wat doet Rutte? Die gaat met 7 Oost-Europese dwergen, gaat hij een alliantie vormen tegen Macron. En dat is dus heel erg. We hebben nu de laatste kans, wat mij betreft, om dit probleem op de juiste schaal van Europa of West-Europa aan te pakken. Ook een waardepatroon. En als we die laten lopen, dan denk ik dat we te laat zijn. U had het over Lincoln en die zei dat de overheid geld moet scheppen. Ik weet eigenlijk niet of dat zo is gegaan. Nu doet de Fed het. Als het een overgang is geweest, ben ik heel benieuwd naar waarom. Nou, ik weet dat die rol van de Fed vind ik nog steeds eerlijk gezegd heel erg ingewikkeld. Wat het verschil is met onze Europese situatie, ECB. Je moet je wel realiseren dat in de geschiedenis, zijn er Lincolns geweest, een rij Amerikaanse presidenten, die hebben dus dit betoogd. Er is rond Kennedy is enige twijfel, maar ook Kennedy heeft in het jaar dat hij vermoord werd, in 2 juni, heeft hij een verhaal gehouden waarin hij dus ook zegt, à la Lincoln, wij gaan ons eigen geld maken als overheid, als gemeenschap. Dat bedenken staatshoofden na verloop van tijd. En dat is steeds dus niet gelukt. En de belangen natuurlijk, je praat hier over, voor Nederland alleen al, over tientallen miljarden per jaar. En wereldwijd zijn dat onvoorstelbare bedragen. Dus die belangen zijn gigantisch groot. En het is tot nu toe dus heel veel geprobeerd en niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. In de crisis van 1930, wat wij nu aan het doen zijn met dat model, dat is gewoon geïnspireerd door economen in Chicago. Dat heet ook het Chicago-plan. 1930, vorige eeuw, toen had je die crisis gehad. Toen waren er een heleboel economen en andere weldenkende mensen die zeiden van ja, maar dit systeem is ook absurd, zoals we hier ook vandaag staan. Die zijn aan de gang gaan met een alternatief. Dat ging hartstikke goed. En dat is uit de rails gelopen, omdat de oorlog ertussen kwam. Dus dat is gewoon ook weer niet tot wasdom gekomen. Iedere keer mislukt dat. Het zij zo. Maar misschien dit keer niet. Laten we hopen dat we nu stappen zetten naar een wereld waarin dat wel mogelijk is. Ja, we moeten blijven hopen. En daarom ook de oproep van, laten we nou gewoon, niet alleen de staatshoofden die dat roepen, maar als we allemaal roepen, wij willen die blauwe leeuw terug, ja, dan komt hij vanzelf. Kijk, hartelijk dank. Succes.